Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een AliExpress unboxing. Ik heb echt een hele lange tijd geleden, echt al in oktober of zo, heb ik super veel dingetjes besteld op AliExpress. Om eigenlijk een unboxing te maken. En die unboxing wilde ik in november doen, maar ik wacht echt eigenlijk nu nog steeds op pakketjes. Maar ik denk dat die dus niet meer aan gaan komen. Echt super jammer, maar dat heb ik nooit eerder gehad. Ik heb wel vaker dingen op AliExpress besteld. Toen kreeg ik altijd alles binnen. En nu krijg ik gewoon een paar dingen niet binnen. Dus echt super zonde. Maar ja, het kost ook echt helemaal niks. Dus het maakt me niet heel veel uit. En met de dingen die ik binnen heb gekregen ben ik super blij. Ik zou het super leuk vinden als je alvast een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En als je abonneert op de rode knopje hier beneden. Want dat is namelijk helemaal gratis. En dan gaan we snel beginnen met de unboxing. Ik heb deze pakketjes, sommige dingen heb ik al opengemaakt. Want ik moest natuurlijk gewoon kijken wat er al binnen was gekomen. En ja, dus eigenlijk op die manier. Ik had in een paar thema's besteld. Ik had make-up besteld, sieraden, telefoondingen en kleding. Alleen mijn make-up dingen zijn dus niet binnengekomen. Dus dat thema valt sowieso helemaal af. En als ik nog kan vinden op AliExpress zou ik alles in de beschrijving zetten. Maar soms dan doen hun verkopers, die doen hun advertenties weg. Dus dan kan je het niet meer vinden. Maar ik zal beginnen met het eerste dingetje en dat is dit gele pakketje. En daar zit een kettingje in die ik al een keertje heb gedragen. En ik vind het echt een superleuk kettingje. Het is namelijk deze. Met van die soort van, ja, kleine rondjes. En ik vind hem echt superleuk. Hij zit een beetje strak hierboven. En toen ik deze om had, kreeg ik al super veel de vraag waar die van is. Maar deze is dus gewoon van AliExpress. Echt super chill. En ik zal de prijzen ook allemaal in beeld zetten. Want het kost namelijk echt geen ene drol. Wel heb ik op alles echt een maand of zo gewacht. Maar dit kettingje en deze vind ik echt super leuk. Het tweede pakketje, dat heb ik al opengemaakt. En dat heb ik ook al aangehad. En dat is een soort klein grijs zwart topje. En dit is super chill om in te slapen om of over je BH aan te doen. Toen ik dat, laat maar zeggen, met mijn rug had, toen deed het super veel pijn om een BH aan te doen. En toen deed ik gewoon deze aan. Het zat super lekker. Hoe heet het? Hij moet alleen in de was, want er zit een vlek op door dat spul. Maar ja. En ik wilde dit gewoon voor de grap eigenlijk proberen. Maar dit zit gewoon super chill en ik had dit gewoon in een maat M besteld. Alles valt wel best wel klein op AliExpress, want het leek gewoon eigenlijk een topje. En dit is echt een heel kort topje, maar voor over je BH heen of zo is het gewoon prima. Het volgende pakketje, dat is dit zakje. Even kijken. Oh, heb ik deze nog niet opengemaakt? Oh, jawel. Daar zit dit armbandje in en ik vond dit armbandje wel schattig, want ik wilde ook gewoon van alles een beetje verschillend proberen. Alleen, punt 1, hij gaat super lastig open. Oh, nu opeens heel makkelijk. Maar ik pas hem niet. En ik heb echt hele dunne polsen. Maar dit gaat me echt niet passen. En dit was gewoon een van de grootste maten. Want ik zag gewoon ook foto's eronder staan. Dus ja, dat is een beetje zonde. Nee, ik ga hem echt niet omkrijgen met geen mogelijkheid. Maar het was wel een schattig zilver armbandje met een sluitingje. En dan kon je deze kan je dan hierin doen. En dan kan je hem dichtmaken. Maar die pas ik helaas niet. Dus dat is een beetje jammer. En dit is een telefoonhoesje. Een tip. Bestel al je telefoonhoesjes op AliExpress. Het is echt super goedkoop. Je hebt super veel keus. En er zitten ook altijd hele leuke dingen tussen. En ik wist echt niet dat ik deze had besteld. Maar dit is heel licht roze. En dit is gewoon heel erg buigbaar. Kijk, ik ga hem even op mijn telefoon doen. Dat vind ik leuk. En ik bestel echt altijd al mijn hoesjes op AliExpress. Want het is punt 1 gewoon echt super goedkoop. En ze zijn gewoon super goed. Dit vind ik er echt leuk uitzien. Ik denk wel dat dit snel vies wordt of zo. Dit hoesje van AliExpress. Nice. Deze vind ik echt leuk. Hij voelt ook heel lekker. En dan alweer het volgende pakketje. Dit was echt een hele erge gok. Maar ik ben er uiteindelijk echt super blij mee. Want ik heb dus een jurkje besteld op AliExpress. Dan zou je waarschijnlijk wel denken, waarom bestel je daar een jurkje? Maar ik wilde het gewoon proberen. En het is dus een zwart velvet jurkje. Deze. Zo. En hij is heel simpel. Het is gewoon een kort jurkje. En ik heb hem ook aangehad al naar de verjaardag van Celia.
Ja, en het was gewoon eigenlijk een super leuk jurkje. Je kan echt niet zien dat deze van AliExpress is. De kwaliteit is ook heel goed. Hij ruikt een beetje naar rook door het uitgaan. Want ik heb hem nog niet gewassen. Even kijken in welke maat had ik dit besteld. Ik denk dat ik dit in een M of in een L had besteld. Maar dat zal ik even in beeld zetten. Maar je had hem ook nog in andere kleuren. Hij is wel een klein beetje kort, maar ik ben ook best wel klein. Maar ik denk dat ik hem in een M had besteld. Dus in een L was denk ik beter. Terwijl ik normaal wel meestal S heb van jurkjes. Maar dit schattige zwarte jurkje met van deze mouwtjes. En hier was ik echt heel erg verrast door. Maar ik vond hem echt super leuk. Volgens mij ben ik zo erg overbelicht door dit. Ik ben echt heel erg overbelicht. Maar ja, beter te overbelicht dan heel erg donker denk ik dan. Dan het volgende zakje. Hier zit niks in. Omdat het allemaal zo lang duurt, raak ik echt heel veel dingen kwijt. Oh, het volgende pakketje. Oh ja, er zit dit kettingje in. Deze heb ik ook al een keertje omgehad. En ik vind deze echt super schattig. Het is een kettingje met een hartje en een J. Oh ja, net of weet ik veel. Dit kettingje. Oké, hij stelt niet scherp omdat hij op mijn hoofd scherp is. Stel maar scherp. Stel maar scherp. En deze vind ik echt super leuk. Hier had ik ook al vragen naar gekregen, maar deze is ook gewoon van AliExpress. En je kan dit ook heel leuk combineren bijvoorbeeld met dat kleine korte kettingje. Want deze is dan bijvoorbeeld lang en die andere is weer wat korter. En ik zou hem bijvoorbeeld ook hierbij kunnen dragen. En dat vind ik super leuk om allemaal met elkaar te combineren. En hoe heet het? Ik heb hem wel een paar keer omgehad. En hij verkleurt ook niet zo snel. Dus dat is echt super chill. En je kon hem volgens mij ook gewoon in het goud. Goudkleurig dan. En gewoon om uit te proberen is dit echt super fijn. Dan mijn volgende aankoop. En dit soort dingen koop ik echt super vaak. En dat zijn van die stickers die je op je telefoon kan doen. Die had ik nu ook op mijn telefoon. Ik had een doorzichtig hoesje die nu echt heel erg vies is. En dan heb je gewoon zo'n hoesje. En daar kan je al je pasjes in doen. En het is echt super handig, want het blijft heel goed zitten. Alleen deze was gewoon echt een vervanging toe. Dus wat ik denk ik ga doen. Ik ga even hier die wit sticker opplakken. Want dat staat wel mooi, die witte. Ik heb ook een zwarte, dus die kan ik volgende keer weer gebruiken. En dit kost echt geen geld en het is echt super handig om op te bergen. Plak je hem gewoon hierop. En dan heb je echt een super chill hoesje. Ik zal even die sticker eraf halen en dan zal ik het even laten zien. Dus dit ziet er nu zo uit. Echt super schattig. Dus deze. En ik moest even een paar pasjes er ook uithalen. Mijn pinpas doe ik er altijd in mijn OV. Ik doe nu deze vier pasjes erin. Mijn twee OV chipkaarten, een pinpas en mijn ID. En die kan je er dus achterin in doen. Zo, en dat is echt super handig. Dus hier ben ik mega blij mee. En ik had er nog eentje gekocht voor als hij weer eraf moet. En dit laatste. Of is dit niet het laatste? Oh nee, het is nog niet het laatste. Maar dit wist ik echt niet wat dit was. Ik vond het zo'n rare verpakking. Ik dacht dat het een broodrommel was. Maar dat heb ik sowieso niet besteld. Oh, ik weet al wat het is. Het is gewoon een plakplaatje voor op mijn telefoon. Want ik vorige keer was die gebroken. Dus, en er zit gewoon een doekje bij. En dit is super handig om je telefoon te beschermen. Dus die ga ik er zo meteen even omheen op doen, bedoel ik. En dan volgens mij alweer het laatste pakketje. Ik heb alles door elkaar heen gegooid. Oh, en het zit in een klein zakje. Oh ja, dit was ook nog een kettingje. Deze vond ik ook wel schattig. Dit is gewoon... Ik schrik me helemaal dood. Opeens gaat het luchtalarm af en er krijg een noodmelding op mijn telefoon. Maar dat betekent dat het is een controleerbericht. Dat mijn telefoon er juist is ingesteld. Ik schrik me helemaal dood. Jezus. Ik kan mijn geluid niet eens aanstaan. Stel dat gebeurt in de klas of zo. Dat zou toch super raar zijn. Oké, sorry jongens. Ik weet echt niet wat me bezielde om door te gaan met de video. Terwijl het luchtalarm afgaat. Dus heel veel kijkplezier. Oké, maar het volgende kettingje is dit. En het is een super klein hartje. Oh, hij zit op zijn kop. Maar gewoon een super schattig kettingje. En deze heb ik ook al een keertje omgehad. En die is ook super leuk om hierbij om te doen. En dat was ook mijn laatste pakketje. Als ik nog de artikelen kan vinden, zal ik ze hier beneden in de beschrijving linken. Ik ben echt super blij met alles. En ik ga deze dingen ook echt gebruiken. Stel nou dat jullie het leuk vinden dat ik hier nog een video over maak. Of jullie hebben speciale dingen gezien die ik moet testen. Reageer dat ook in de comments.
Want dan ga ik dat gewoon de volgende keer doen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik zou het super leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende keer bij een nieuwe video. Doei doeg!